We zijn samen met 4 goudsmeden in het Almeloze gevraagd door de gemeente om een nieuwe Almeloze onderscheiding te ontwerpen. En uit die 4, we mochten alle 4 een ontwerp indienen, is een keuze gemaakt door de burgemeester en een aantal andere mensen binnen het gemeentehuis. En dat is op onze speld gevallen. En dat ontwerp heb ik samen met mijn zoon Alex gemaakt. Hij wil mij, zoals het zich laat aanzien, later op gaan volgen. En ik vond het een heel leuk idee om nu alvast te gaan proberen om iets samen te doen. En zeker voor een ding als dit, wat langere tijd moet gaan lopen. Vond ik het heel leuk als hij daarin mee ging denken. En dat is gelukt. Voor wie is die speld bedoeld? Ja, dat is een hele ruime. Want de speld zit een beetje tussen de mooie bosbloemen of een boek. Omdat je iets gedaan hebt voor de gemeenschap of in Almelo. En de koninklijke onderscheiding in. Nou, ik heb dus samen met mijn vader een beetje allebei de schetsen gemaakt voor de speld. En uiteindelijk kwamen we allebei ongeveer op deze vorm uit. En zijn we verder gaan uitwerken. En ja, ik snapte de opdracht in het begin nog niet helemaal. Dus ja, dan moest mijn vader me nog even helpen bij het uitleggen. En met het technische aspect van de speld moest natuurlijk wel aan het ontwerp ook erbij inzitten. En ja, als dat er niet bij in zit, dan is het moeilijk om te maken. En samen met mijn vader zijn we er wel uitgekomen. Dus ik ben heel erg trots op. En ik ben ook heel erg trots dat het ontwerp uitgekozen is. En ja, dat het gemaakt wordt. Je hebt 2 verschillende lagen. En bijvoorbeeld van de volging, je hebt meerdere lagen in de volging. En je hebt een beetje de vorm van de oude schoorstenen uit het textiel. En er zitten ook heel veel golvenbewegingen in van water. Want allemaal is vanuit vroeger wel een waterstad. 5 Almeloers zullen de eerste zijn die een geheel nieuwe Almeloerse onderscheiding zullen ontvangen. De Almeloerspeld.